Op deze beelden van een bloemist in Waalwijk bent u getuige van een wel heel brutale diefstal. Het gaat om twee mannen. Eerst zien we de man die in gesprek is met de eigenaresse om haar af te leiden. Wat meteen opvalt is dat ze Engels spreken. De man heeft interesse voor bloemen en laat zich graag door de vrouw informeren. Hij loopt met haar naar buiten en maakt zo de weg vrij voor zijn collega. En die maakt van de gelegenheid gebruik en gaat op zijn gemak, zo lijkt het, even de winkel rond, op zoek naar geld. En dat vindt hij uiteindelijk in de kassalade. Met een aardig geldbedrag loopt hij weer doodleuk de winkel uit. Het gaat om deze twee. Wie zijn dit?